Steve Bowden. Amen. Ok, let's go. Zo goed, hè? Dank je, Jezus. Ja.
higher the praise, the deeper the worship. Amen. Halleluja, Jezus, Jezus, Jezus. U bent grootvader. Richt je op Hem. Richt je op Hem. Ook al moet je nog even op adem komen, richt je op Hem. Halleluja, 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 halleluja. Hij is groot, Hij is groot, Hij is groot. De Bijbel zegt, de aarde is van de Heer in Psalm 24. Met alles wat daarop is. De hele wereld is van Hem. Met alle mensen die er wonen. Hij heeft de aarde op de zeeën neergezet. Hij plaatste de aarde op het water. Wie mogen de berg van de Heer beklimmen? Wie mogen er zijn in zijn heiligdom? De mensen die geen slechte dingen doen. Mensen die geen slechte dingen bedenken. En die dingen zweren die niet waar zijn. De Heer is goed. De Heer zal goed zijn voor zulke mensen. Hun God zal voor hen opkomen. Zij verlangen naar Hem. Ze zoeken naar Hem. Ze willen de God van Jacob dienen. Poorten, ga open. Ga wijd open. Eeuwenoude deuren. Dan kan een machtige koning binnenkomen. Wie is die geweldige koning toch? Hij is de Heer. Sterk en machtig. Hij is de Heer. Sterk in de strijd. Poorten, ga open. Ga wijd open. Eeuwenoude deuren. Dan kan een machtige koning binnenkomen. Wie is die geweldige koning toch? Hij is de aanvoerder van de hemelse legers. Hij is de machtige koning. Als er deuren zijn die nog gesloten zijn in jouw hart voor Hem. Eeuwenoude deuren, eeuwenoude poorten. Misschien generaties lang. Dit is een goed moment om je helemaal open te stellen voor Hem. Om met die dingen te breken. Om die dingen te breken uit vorige generaties, wat dan ook. En om je helemaal open te stellen voor Hem.